Ja, ik denk dat ik niks nieuws vertel als ik zeg dat we de afgelopen maanden en jaren gestage opkomst hebben gezien van nieuwe extreemrechtse groepen en formaties. Meest recent natuurlijk dit jaar de FVJ die werd verkozen. De partij is opgericht door oud-SS'ers in Hongarije, waar Viktor Orbán is herkozen na een hard antisemitische campagne en waar de neonazi-partij Jobbik 20% van de stemmen wist te halen. Ook in Duitsland zien we dat een relatief nieuwe partij, Alternatief voor Duitsland, in opkomst is. En dat binnen de Alternatief voor Duitsland een neofascistische vleugel, die zichzelf Der Flügel noemt, steeds meer aanhang aan het winnen is. In Nederland zien we natuurlijk de opkomst van Forum voor Democratie, die een opmars maakt in de peilingen. En eigenlijk maar moeilijk uit de media is weg te slaan. Ik denk dat we, dat er al langer een soort van normalisering gaande is, al sinds Pim Fortuyn en sinds de opkomst van Wilders, van racistische ideeën natuurlijk. En eigenlijk lijkt de opvatting in de media te zijn, en bij de meeste politiek commentatoren ook, dat fascisten eigenlijk pas fascisten zijn op het moment dat ze heel hard roepen wij zijn fascistisch, of dat ze met een hakenkruisvlag rondlopen, of dat soort dingen. En ik denk dat dat, de meeste fascisten inmiddels in de afgelopen 70 jaar wel hebben geleerd dat dat niet de beste manier is om hun ideeën te verspreiden. Ik zal proberen te laten zien hoe ze wel hebben bedacht dat ze dat konden gaan doen. In het Nederlandse publieke discours zien we nu al een aantal concepten, vooral vanuit de hoek van Forum van Democratie, die genormaliseerd worden met fascistische oorsprong. Hè. Het idee van cultuurmarxisme, dat er een soort van samenzwering van links is, die de media aan zijn greep houdt en een partijkartel heeft. Een term die vanuit het nazisme afkomstig is, hè, het idee van cultuurmarxismus. Het gedoe over omvolking, dus dat er een soort van geheimplan zou zijn om de bevolking te vervangen door andere volkeren. Maar ook een idee als islamisering. Hè, dus dat de komst van moslims of alles wat met de islam te maken heeft, hè, een soort van de maatschappij islamiseert. En je ziet daar ook een soort van spil over naar gewoon rechts. Een conservatieve commentator als Sip Winia, die ik geen fascist zou noemen of iets dergelijks, die heeft een of ander artikel in Elsevier waarin hij een hele geschiedenis van de islamisering geeft. En dat begint dan met Molukkers die naar Nederland komen, en de Nederlandse vertaling voor de Koran en de eerste moskee. Het is allemaal onderdeel van één proces. Zelfs wat we nu zien is dat varianten op de rassenleer, oude rassenleer, weer terugkomt op verschillende manieren. Maar ook dat bijvoorbeeld Thierry Baudet in een interview aan de Hongaarse media afgelopen januari zijn steun verleent heel expliciet aan de Stop Soros-campagne, wat een expliciet antisemitische campagne is. Dit zijn manieren waarop Nieuw Rechts haar ideologie probeert te rebranden. En dat is een internationaal proces. En ik denk dat wat er in Nederland gebeurt meer een aftreksel is van wat er elders gebeurt dan iets anders. Er zit wel een ontwikkeling in dat we niet alleen maar meer het platte moslimhaat zien die we kennen van Wilders, maar dat er echt een algemener discours komt. Het wordt verbonden aan een bredere autoritaire en reactionaire agenda die zich veel meer richt op meer het zuiveren van ons maatschappelijk lichaam en onze culturele identiteit dan alleen maar op vreemdelingen haat. En dat gaat dus vooral om het zuiveren van de zwakte in onszelf, zoals dat wordt gezien, zoals feminisme, antiracisme, politieke correctheid, al dat soort dingen. Wat daarachter zit is een idee van de revitalisering van het volk. Hè. Het volk is verdund en het moet weer in een renaissance omhoog komen. En eigenlijk zie je, heeft dat al een lange traditie van het soort van volkse nationalisme. Dus nationalisme dat niet alleen maar uitgaat van de natie als zodanig, een natie met burgers, maar het gaat om het volk tegenover de natie die van het volk is afgepakt. En de definitie van het volk is dan extreem dubieus.
goed. Dit hele proces niet uit de lucht komen vallen. En ik wil vooral verwijzen naar dit boek, wat volgens mij een heel belangrijk boek is. Het heet Die Autoritaire Revolte. Het is helaas niet verschenen in andere talen dan het Duits. Maar het is een Duitse historicus die de ontwikkeling van nieuwrechts, met name in Duitsland, maar voor een deel ook in Frankrijk, analyseert. Volker Weiss noemt twee elementen in de ideologie van nieuwrechts. Twee kernelementen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. En het eerste is de mythe van de conservatieve revolutie. Het tweede is de mythe van het avondland. Om met het eerste te beginnen. Conservatieve revolutie is een idee dat door de voormalig fascistische denker Armin Möhler of Möhler is uitgevonden. Möhler was een Oostenrijker. In de jaren 40 wilde hij zich aansluiten bij de SS en wilde hij aan het Oostfront gaan vechten. Dat is hem niet gelukt. Maar hij was wel heel erg onder de indruk over de SS. Met name omdat de SS op dat moment in de geschiedenis, hè, dus in de jaren 40, een internationale beweging was geworden. En hij had het idee van dat is de voorhoede van een, of eigenlijk een elite die een Europa van vrije naties kon bewerkstelligen, in zijn woorden. Wat hij later is gaan doen, hij was een historicus, is een onderzoek gaan starten naar de voorlopers van het fascisme. Dus de hele spectrum van reactionaire fascistische denkers vanaf de jaren 20. En bracht die hele reeks van heel en half fascisten samen onder de noemer conservatieve revolutie. En de poging was om deze traditie los te koppelen van het nazisme en een soort van te doen alsof dat iets anders was en alsof er alternatieven waren geweest. En hij zegt dus op een gegeven moment, Weiss zegt hierover: met de uitvinding van een conservatieve revolutie moest het door nazisme, Shoah en oorlogsnederlagen beladen Duits rechts weer aan een positieve traditie geholpen worden. Möhler wilde, zoals hij het in een scheve maar krachtige analogie samenvatte, aan de trotskisten van het nationaal socialisme herinneren en hun werk weer in het publieke debat terughalen. Nou, wetenschappelijk gezien was dat een totale faal natuurlijk, omdat aan de ene kant heel veel van de denkers die hij beschreef gewoon nazi's waren. Zich aansloten bij de nazi-partij of daar gewoon onderdeel van waren. Maar tegelijkertijd aan de andere kant een heleboel conservatieve denkers bij elkaar werden getrokken die, nou ja, helemaal niet één ideologie kunnen vormen. Het was zowel te weinig afgebakend van het nazisme als te weinig ook een eenheid. Maar het hielp natuurlijk fascisten wel aan een dekmantel. Want zij konden zich beroepen op eigenlijk fascistische denkers zonder daarmee besmet te raken met het nazisme. Dan naar de avondlandmythe. Het idee van een avondland is een term die teruggaat tot in de middeleeuwen. Te maken had met het keizerrijk en de katholieke kerk en hoe dat samen een soort van bolwerk kon zijn tegen vreemde invloeden, et cetera. Maar het kwam voor in de hedendaagse betekenis op in de Weimarrepubliek, dus na de Eerste Wereldoorlog. Vanuit die conservatieve denkers of die voorlopers van het nazisme. En wat zij ermee bedoelde was dat er een soort van herstel moest komen van van het keizerrijk, dus van een autoritaire standenmaatschappij. En dat kon de Duitse identiteit tegen de barbaren uit het oosten, en dat waren met name de bolsjewieken, verdedigen, maar ook tegen de barbaren onder ons. En dat was natuurlijk de socialistische beweging en de arbeidersbeweging in Duitsland zelf. Hitler greep terug op dit idee en gaf het een wat andere invulling in december 1941 in een speech in de Rijksdag, waarin hij probeerde op het moment dat de oorlog aan het kenteren was, om bredere steun voor het nazisme te verwerven. En toen eigenlijk ook verwijzend natuurlijk naar die multinationale SS, het avondland inzet als een concept dat, het vrije Europa, het volks-Europa moest verdedigen tegen weer de bolsjewieken in het oosten, maar ook de Amerikanen en de consumptiemaatschappij, et cetera, vanuit het westen. Nou, dit idee heeft een doorwerking gehad na 1945, omdat het
een basis bood voor radicaal rechts om internationaal meer samen te werken en te denken aan een soort van gedeelde Europese strijd tegen andere invloed. Op het niveau van strategie was er wel nog een belangrijke ontwikkeling. Mohler was een vriend van Alain de Benoist. Dat was een denker van nieuw rechts in Frankrijk, eigenlijk de leider daarvan. En hij bedacht een soort van andere strategie voor extreemrechts. Wat hij in feite zei was, we moeten breken met het model van de nazi's. Hè, dus ons organiseren voor straatgeweld en voor een gewapende machtsovername. Daar schrikken we alleen maar mensen mee af. Wat we moeten doen is, we hebben een metapolitieke strategie nodig. En hij verwees daarin naar Gramsci, het idee van culturele hegemonie. Hij had niet zo gek veel begrepen van Gramsci, maar nou goed, altijd hip om Gramsci aan te halen. Maar zijn idee was, we moeten ons veel meer focussen op het opleiden van intellectuelen. Hij zette zelf zijn denktank op. We moeten onze eigen bladen hebben waar we discussie kunnen voeren. En op die basis zo'n basis leggen voor verdere groei van extreem rechts. Ja, deze strategie wordt expliciet of impliciet omarmd door een heleboel rechtse denkers. Steve Bannon heel expliciet. Neofascistische vleugel van AfD heel direct. Hè. Guts Kubitschek, die eigenlijk de spil is binnen de nieuwrechts in Duitsland, was een leerling van Armin Mohler en aanhanger van Benoist. En in Nederland zie je dat het op een bepaalde manier ook doorwerkt. Trouwens wil ik nog wel even zeggen, Baudet leent daar wel het een en ander van. Hè? Zijn ideeën over mediakartel, partijkartel, dat komt van de AfD vandaan. In Nederland zie je dat op een losvaste manier gebeuren. Ik denk niet dat het één groot project is vanuit één grote denker of iets dergelijks die we nog niet hebben geïdentificeerd. Maar we zien wel een heel concert van extreemrechtse media, verschillende outlets. Forum voor Democratie, wat natuurlijk niet toevallig eerst een denktank was. Maar ook De Blauwe Tijger, een uitgeverij die extreemrechtse boeken uitgeeft. En die creëren en natuurlijk de Nederlandse Leeuw, het extreemrechtse congres in Rijswijk, waar 1500 mensen op afkwamen, geloof ik, een aantal maanden geleden. En er is echt een spillover richting gewoon rechts, dat er in Elsevier en bij WNL en de Telegraaf en de Bali elementen worden overgenomen, dit soort mensen een podium geboden wordt, et cetera. En hoe dat werkt, dat zien we denk ik bij bijvoorbeeld bij We Are Here, hè, de vluchtelingen die banden hebben gekraakt hier in Amsterdam-Oost, die keihard zijn aangevallen op basis van keiharde leugens in heel veel gevallen. Door extreemrechts, dan krijg je een fascistische groep als Identitair Verzet die ze aanvalt, vragen natuurlijk vanuit Forum voor Democratie, etc. Dus daar is echt een soort van, voor hun productieve soort van dynamiek wordt op gang gezet. En ik denk dat het belangrijk is om te zien dat die hele metapolitieke aanpak, of althans die ontwikkeling, helemaal niet nieuw is ook. En ik wil daarom eigenlijk terug nog wat verder naar de opkomst van de antisemitische beweging in de 19e eeuw. Antisemitisme is natuurlijk een heel oud iets. Het gaat honderden jaren terug. Maar het moderne politieke antisemitisme ontstond in de jaren 1870. Directe aanleiding was de crisis van 1873, waarin de Joden natuurlijk een prettige zondebok waren, ook gezien zij om historische redenen vaak konden doordringen tot hoge plaatsen in het financiële kapitaal en andere delen van het kapitaal. En eigenlijk was dat grotendeels van bovenaf. De eerste fase van het antisemitisme, dat was eigenlijk een strategie vanuit de conservatieve partijen die bang waren voor de opkomst van de democratie. In Duitsland had je natuurlijk nog geen democratie, maar ze zagen de bui al hangen. En zij dachten van ja, als arbeiders en boeren dadelijk mogen stemmen, dan zijn wij de sjaak. Dus zij wilden dat antisemitisme gebruiken om de meer volkse delen van de Duitsers aan zich te binden. Nou, aanvankelijk hebben ze dat ook echt geprobeerd in Berlijn onder arbeiders. Ja, dat faalde nogal, gezien de socialistische beweging, et cetera. Maar bij de kleine burgerij werkte dat wel, de middenstanders en dat allemaal voor een deel ook werkloos.
Even zien. Nou ja, dat werd al snel een, ook een zo'nzelfde soort van concert. Dus je zag de opkomst van satirische, antisemitische spotprint uitgaves. Er werden internationale congressen georganiseerd, omdat de opkomst van antisemitisme, het gebeurde in Duitsland, maar zeker ook in Oostenrijk en in Frankrijk. En dat was een schoksgewijze ontwikkeling. De eerste aanzetten waren vaak lokaal. Kleine politieke bewegingen die kleine successen boekten en dan weer terugvielen. En politiek gezien bereikten zij hun hoogtepunt in zo rond 1890. Wel zijpelden die ideeën heel erg door. Met name op de universiteit was er een hele grote basis voor antisemitisme. In Oostenrijk was in rond 1890 was 100% van de Burschenschaften, de traditionele elitaire studentenverenigingen, waren 100% antisemitisch in dat ze echt Joden uitsloten en dat uitdroegen. Ik ga misschien wat meer tijd nodig hebben. En nou ja, wat daar onder andere mee te maken had, was dat een heleboel oude adel, jongeren van de adel, die moesten naar de universiteit, want het oude grondbezit was niet zo houdbaar meer tegen die tijd. Die moesten gaan studeren en daar kwamen ze dus ook Joodse studenten tegen, die konden gaan studeren, daar kwamen ze ook buitenlandse studenten tegen. En dat voedde heel erg dat antisemitisme. Even zien. Nou ja, wat die politieke bewegingen vaak eisten, was natuurlijk een immigratiestop voor Joden, etnische registratie van Joden, maar ook een uitsluiting van Joden van politieke functies. Maar daaromheen zat een veel algemeen en reactionair gedachtegoed. Antidemocratisch was, anti-egalitair, maar bijvoorbeeld ook, en dat vond ik eigenlijk wel opvallend, heel expliciet antifeministisch. Dus een van de vroege antisemieten, Georg Schönerer, een antisemitisch politicus uit Wenen, die schreef in, ergens in de jaren 80, 1880, echte burgerlijke vrouwen, de vrouwen van de middenstand en ook die van de denkende werkende man willen niets te maken hebben met het vrouwenkiesrecht, omdat zij het grootste deel van hun vrouwelijkheid hebben behouden. In algemene zin zijn het vrijgezelle vrouwen die zich toeleggen op de zulligheid van het vrouwenkiesrecht. Vrouwen die gefaald zijn in hun roeping als vrouw of de wens niet hebben om deze te beantwoorden. En Jodinnen. Zij krijgen natuurlijk alle steun van de oude vrouwen en van het mannelijk geslacht en van alle feministen. Dat wil zeggen, mannen die geen man zijn. om tijd te winnen zal ik citaten van Baudet even achterwege laten. Die verzinnen jullie zelf. Nee. Wat er ook een rol in speelde was heel veel allerlei vormen van fake news. Hè? Dingen die we nu ook zien. Dus een andere antisemiet, een Duitse politicus, die heette Auwald. Die is tot twee keer toe de bak in gegooid, omdat hij dingen over Joden zei die gewoon zo geen basis hadden dat het, dat hij er voor de bak in moest. En nog even los van de harde leugens. Was er een hele duidelijke soort van tendens naar demagogie. Dus heel erg. Nou ja, op een oneerlijke manier opzwepen van rassenhaat. En ik denk de beste samenvatting daarvan die ik ben tegengekomen is in een boekje van Jean-Paul Sartre, die vlak na de oorlog daar een portret schrijft eigenlijk over antisemieten. En hij zegt daarin onder andere: geloof nooit dat antisemieten volledig onbewust zijn van de absurditeit van hun stellingen. Ze weten dat hun opmerkingen frivol en aanvechtbaar zijn, maar ze amuseren zich. Want het is een tegenstander die verantwoordelijk met feiten moet omgaan. En met woorden moet omgaan. Omdat hij in woorden gelooft. Antisemieten hebben het recht van het spel. Ze spelen zelfs met het beredeneren. Want door belachelijke redenen te geven, brengen ze de serieusheid van een gesprekspartner in discrediet. Ze genieten ervan om ter kwade trouw te handelen, omdat ze er niet op uit zijn om te overtuigen door middel van geldige argumenten, maar om te intimideren en verwarring te zaaien. Nou, en dat is dus precies wat er gebeurde in die tijd, met allerlei rookgordijnen, met allerlei leugens, samenzweringstheorieën, vaak in ironische of satirische stijl, werd haat opgezweept. En ondertussen nam dat hele gewelddadige vormen aan
aan de basis. Persoonlijke aanvallen op tegenstanders natuurlijk. En ik denk niet dat ik heel veel woorden nodig heb om jullie duidelijk te maken dat er grote overeenkomsten zijn met bijvoorbeeld de stijl van Geen Stijl en al dat soort zaken. En die context konden liberalen heel erg weinig aanrichten, hè, omdat hij zich heel erg baseerde op rationeel argument en ook de gevestigde orde heel erg wilde beschermen. Maar ook socialisten onderschatten heel erg het gevaar in mijn opzicht, of in mijn optiek. Zij dachten dat antisemitisme vanzelf wel zou verdwijnen, omdat de sociale behoeften van de antisemieten niet waar te maken waren. En dat ze het dus zouden afleggen op het moment dat ze hun ideeën in de praktijk zouden moeten brengen. Dus ze spraken zich wel uit tegen antisemitisme, maar ze namen het gewoon niet serieus genoeg. En ze dachten echt, economische strijd is voldoende. Dan, na de Eerste Wereldoorlog is er echt een hele grote heropleving van antisemitisme. Dat heeft te maken natuurlijk met de oorlogsnederlaag, met de contrarevolutie ook. De Duitse revolutie brak uit in 1918 en die is met heel veel geweld de kop ingedrukt. En daarin ontstonden allerlei gewapende contrarevolutionaire groepen die over zouden gaan in de antisemitische beweging. Je had onder andere ook, dus nog los van de contrarevolutie, bijvoorbeeld een groep, een antisemitische beweging, die heette de Deutsch-Völkische Schutz- und Trutzbund. Die hadden 180.000 leden in 1922 en dat was een buitenparlementaire paramilitaire beweging. De belangrijkste politieke organisatie op dat moment was de Duitse Nationale Volkspartij. Dat was een hard antisemitische partij met een paramilitaire vleugel. En ook die gebruikte dus de meest walgelijke soort van antisemitisme natuurlijk. En een van hun plakaten, ik geloof uit 1921, een verkiezingsplakaat, hadden ze afbeeldingen van de gezichten van bankiers, ministers, Clara Zetkin, helemaal geen Jood, maar getrouwd met een Joodse man, dat is een belangrijke socialistische leider, en een hoop bekende Joden uit allerlei verschillende hoeken die totaal niet politiek op één lijn zaten, maar daar zeiden ze dan, daar stond dan boven, dit zijn uw huidige heersers, stem Duits volks. En het idee hierachter was heel erg het idee dat de Joden hadden geprofiteerd van de oorlog, dat de gewone Duitsers heel erg moesten verarmd waren, wat absoluut zo was, maar dat het voor de Joden niet gold, et cetera. Nou, eigenlijk in de ontwikkeling die daarna volgt is het pas in 1930 dat de Duitse Nationale Volkspartij het aflegt tegen de Nazi-partij. Pas dan wordt de Nazi-partij de belangrijkste antisemitische beweging. Inhoudelijk brengen zij eigenlijk niet zo heel veel nieuws. Wat hen onderscheidt van de eerdere formaties is dat ze veel agressiever zijn, veel gewelddadiger zijn en compromislozer in feite. Ik wil een aantal van die ideeën toch nog wel terughalen, omdat een aantal van die citaten heel erg duidelijk maken wat de overeenkomst is tussen wat er destijds werd gezegd en wat er nu wordt gezegd. Dus helemaal aan het begin van de antisemitische beweging, in 1879, was er een toonaangevende professor, Heinrich von Treitschke. En die schreef op een goed moment, dat was een heel invloedrijk figuur, die schreef: jaar na jaar stromen er over onze oostelijke grenzen groepen ambitieuze broekenhandelaren, wiens kinderen en kleinkinderen ooit de aandelenbeurzen en kranten zullen domineren. Tot in de meest opgeleide kringen, onder mannen die met afschuw afstand zouden nemen van elke gedachte aan kerkelijke onverdraagzaamheid of nationale trots, horen we als uit één mond, Joden zijn ons ongeluk. En vervolgens gaat hij verder op het idee dat de tolerantie naar die vijandige instroom juist onze zwakte is. En ik denk dat je dit soort ideeën zie je in het bijzonder bij iemand als Jared Taylor, alt-right ideoloog, heel erg terug van, eigenlijk is onze tolerantie als blanke westerlingen, dat is een teken van onze superioriteit, maar daardoor stellen we ons ook open voor al die andere inferieure volkeren die ons daar gebruik van maken en zo. En daarom moeten we weer sterk worden.
Wat daar ook achter zat, is dat er een elite was die zwakte dus probeerde te manipuleren. Citaat van Alfred Rosenberg. Rosenberg was een nazi-ideoloog, belangrijke nazi-ideoloog in het begin van de ontwikkeling van het nazisme. Die schreef in 1919 al. Alle parlementen negeerden de potentiële macht van een homogeen ras, dus de Joden. En namen onder druk van leuzen over menselijke gelijkwaardigheid het dogma van de eindeloze tolerantie aan. Tolerantie naar het vreemde, het vijandige en het agressieve werd gezien als een hoogst humanitaire verdienste. Maar zoals de geschiedenis van de 19e en vooral van onze huidige eeuw laat zien, was het slechts volgens mij heb ik deze verkeerd verteld. Een steeds grotere verlating van onszelf. Dus een verlies van onze identiteit. Mensen stelden hun vertrouwen in een elite die niet het beste met hen voor had. Maar, zei hij, die elite was uit op de vernietiging van alle moeizaam vergaarde beschaving. Alle cultuur. Nou, hier wilde ik toch nog wel eventjes een vergelijking trekken met Thierry Baudet, die ik geloof op zijn oprichtingscongres zei. We worden aangevallen door diegenen die ons zouden moeten beschermen. Zij die zouden moeten waken over onze integriteit, onze cultuur, onze tradities. Zij die een verantwoordelijkheid dragen voor het voortbestaan van de gemeenschap. Juist zij, juist deze mensen hebben zich van binnenuit tegen ons gekeerd. Het Westen leidt aan een auto-immuunziekte. Een deel van ons organisme, een belangrijk deel ons afweersysteem, datgene van het ons zou moeten beschermen, heeft zich tegen ons gekeerd. Op elk vlak worden we verzwakt, ondermijnd, overgeleverd. Vreemde agressieve elementen worden ons maatschappelijk lichaam in ongehoorde aantallen binnengeloodst. Nou, om af te ronden. Perfect. Ja. Om af te ronden. Ik denk dat het punt hiervan, nou, weet je wel, niet is om te... om te zeggen van Thierry Baudet is de nieuwe Hitler. Ik denk dat we wel zullen gaan zien of hij de nieuwe Hitler is. Want er waren een heleboel nieuwe Hitlers in het proces, in de aanloop naar de machtsovername van Hitler zelf. We staan niet aan de vooravond in ieder geval van een fascistische machtsovername op dit moment. Maar we staan denk ik wel in een proces waarin een extreemrechtse beweging zich aan het opbouwen is. In een proces waarin extreemrechtse groepen zich in de marges daarvan aan het organiseren zijn. En we zijn een heel eind denk ik op weg in het normaliseren van allerlei vormen van racisme, vreemdelingenhaat, het verdacht maken van antifascisme, het verdacht maken van feminisme en al dat soort zaken. Ik denk dat het ook opvallend is om te lezen dat Identitair Verzet, die nazi-groep die in Oost dus gisteren een pand kraakte, heel expliciet op hun website zegt dat zij dat doen voor de stemmers van Forum voor Democratie. Dat is niet iets wat specifiek in Nederland speelt. Het was hier, was me nog niet zo opgevallen dat het hier ook al zo ver is, maar in landen als Duitsland, Oostenrijk en Frankrijk en ook in wat andere manieren in Italië zie je een heel bewuste arbeidsdeling tussen de identitaire rechtse groepen, die daar veel groter zijn, en de meer respectabele, parlementair georganiseerde extreemrechtse groepen. Dus er is een soort van arbeidsdeling gaande. En ik denk dat het ook wel slim is. Weet je, Hitler die bracht de knokploegen en de haatpropaganda samen in één organisatie. Maar hier vindt op dit moment althans een soort van arbeidsdeling plaats. Ik denk niet dat we hier op deze basis zouden kunnen zeggen dat dit ook een idee vanuit Forum voor Democratie is, maar het is wel heel duidelijk het idee vanuit Identitair Verzet. We zien dat de extreemrechtse media zich enorm gesterkt hebben gezien. 18 maart heeft denk ik de demonstratie hier rond 18 maart heeft laten zien hoe succesvol ze konden zijn om een wicht te drijven tussen linkse krachten. En een hele sterke samenwerking tussen fake news media, extreemrechtse politici, etc. Dus hoe moeten we hier nu mee omgaan? Ik denk, ik was heel erg niet tevreden met de actie van, ik weet niet wie het waren, maar actie om extreemrechts te ontruimen gisteren en dat klaarpand aan te vallen. Ik denk dat dat exact is wat het Identitair Verzet had gehoopt van hun actie.
Maar we moeten wel iets doen. En ik denk het eerste beetje voor de hand liggende punt, hoop ik, is dat we moeten stoppen met het lafhartige negeren van dit gedachtegoed, wat toch heel erg bonton is onder links. Dit gaat niet zomaar over waaien. Het hele idee wat rond de opkomst van Wilders werd gezegd, ja, als je je uitspreekt tegen Wilders of hem racist noemt, dan geef je hem alleen maar meer aandacht, et cetera. Nee, het is juist dat we niet keihard zijn ingegaan tegen dat racisme. Juist dat we niet in zijn gegaan. Niet de leugens hebben ontmaskerd. Niet de argumenten hebben ontkracht die ervoor heeft gezorgd dat dit soort ideeën konden doorsijpelen. En ik denk dat wat dat betreft we hun project ook moeten doorzien. Ik weet dat er nog altijd linkse SP'ers, maar ook andere linkse mensen zijn die schrijven voor de website The Post Online. Naar Café Weltschmerz, een alt-right YouTube-kanaal, gaan om zich te laten interviewen. En daarmee extreemrechts een dekmantel geven om te doen alsof ze niet extreemrechts zijn. Nee, want we zijn niet links, niet rechts. Het is een heel spectrum van ideeën die wij een podium geven. Dus daar moeten we absoluut mee kappen. We moeten begrijpen dat op deze manier heel doelbewust een wig geprobeerd te drijven wordt. Tweede. Ik denk dat een lange termijn oorzaak van dit probleem is het totale gebrek aan een principieel links klassenproject. Antisemitisme wist in de 19e eeuw niet door te dringen tot werkende mensen, omdat werkende mensen georganiseerd waren, socialistisch bewustzijn hadden en omdat socialistische partijen op een klassenbasis organiseerden. Maar ook toen zag je, met name in Oostenrijk, dat delen van de werkende klasse, mensen die op kantoren werkten, et cetera, die waren, ik heb een paar minuten extra, die zich niet organiseerden, die vooral cultureel dachten dat ze bevoorrecht waren ten opzichte van anderen, maar eigenlijk, in feite juist omdat ze zich niet organiseerden, vaak lagere lonen hadden, precairdere banen hadden, dat die heel erg bang waren om af te glijden naar fabrieksarbeid of erger naar pauperdom, en dat antisemieten daar een basis wisten te vinden. En ik vrees dat dat een van de verklaringen is voor dat extreemrechts zo'n relatief groot electoraat voor zichzelf kan vinden op dit moment. We moeten begrijpen dat racisme een sluipend gif is en dat het bij gebrek aan een weerwoord en een sterk linksproject de kans heeft om zich veel breder te verspreiden onder werkende mensen. En dus ook de organisatie van zo'n linksklasseproject veel moeilijker gaat maken op langere termijn. Dus ik denk dat we wat dat betreft moeten confronteren. Dus de tegenaanval moeten inzetten op een argument en dat allemaal. De straat op moeten gaan tegen hun racisme, tegen hun seksisme en tegen alles waar ze voor staan. Maar tegelijkertijd denk ik dat we ook geduldig moeten bouwen aan een nieuw links. Hè? Aan de hervorming van de linkse partijen. Niet meer dat idee van we moeten eerst maar eens een meerderheid halen in het parlement voordat we misschien een halve concessie of mensen hun levens een beetje kunnen verbeteren. Maar echt weer inzetten op het organiseren van strijd. Maar dus ook onze eigen ideologie serieus nemen. Onze eigen media serieus nemen. En ons eigen, hegemoniale projecten serieus te nemen om met Gramsci maar af te sluiten.